Dag lieve mensen, ik ben Hetty van Praktijk Alvira. Degenen die mij kennen weten dat ik heb beloofd om een energy update weer te geven van 22 april tot aan 5 mei. Ja, vandaag is het 22 april. En ik doe het tot 5 mei omdat we dan toch ongeveer weer een periode hebben van 2 weken. En we gaan richting leiderschap. 5 mei, voltooiing van de verandering. 5 en 5 is 10, hè, als je 5, 5. En nummer 1 kan ook staan voor leiderschap, een nieuw begin en leiderschap. Maar eerst wil ik uiteraard weer iedereen bedanken voor het volgen, het liken, voor de nieuwkomers. Voor de boekingen, voor de mensen die uit het hele land naar me toe komen. Echt van heel ver, die de tijd nemen om... Echt een paar uur te reizen. Daar ben ik heel blij mee en dankbaar voor dat ze dat doen. Ja, dat. Dus we gaan nu gelijk maar over. En ik wil proberen mijn video's dus iets korter te doen. Dus we gaan kijken waar het weer op uitkomt. Vandaag 22 april. Dat betekent dat ook volgens mij vanaf vandaag de zon in stier is gegaan. En dat houdt in... Dat deze periode je mag focussen op wat je graag wil. Focussen op relaties, je gezondheid, je baan, je huis, je bezittingen. Wat wil je nog? Moet je daar nog iets voor doen? Wil je daar nog iets voor doen? En wat wil je daarvoor doen? En wat heeft het nodig om jouw aandacht te hebben? Maar focus daarop. Dit is de periode... Om je te richten op dat stuk. Vandaag, deze periode, je bent uit de groei gekomen. Je zit nu in de structuur, de stabiliteit, de ontwikkeling. Je zit in de stabiliteit, je wordt ondersteund. En je gaat richting de verandering die je hebt ingezet. Dat zijn deze twee weken, om en nabij deze 2 weken. Misschien iets langer, misschien iets korter. Maar dat is wel een beetje waar het nu in zit. Het is ook de periode waarin het belangrijk is om je goed te verwennen. Jezelf gewoon schaamteloos te verwennen. En daar bedoel ik helemaal geen gekke dingen mee. Maar echt gewoon, neem het ervan. Neem het er gewoon van. Doe gewoon echte leuke dingen. Ga lekker weg als je denkt, ja, nou, eigenlijk kan het niet. Eigenlijk wil ik het niet. Zal ik wel, zal ik niet. Doe het gewoon. Koop die nieuwe kleding die je wil. Ga een dagje uit. Koop gewoon een lekker taartje voor jezelf. Ga gewoon op stap. Ga naar de film. Ga dansen. Dit is wel een beetje de tijd. We zitten ook, de regerende planeet van Stier is Venus. Ik ga helemaal niet in de astrologie hoor, maar het is wel. En Venus is de planeet van de liefde. Van jezelf koesteren. Jezelf leuk vinden, een mooie tijd, fijne tijd, liefdevol, genieten van romantiek en genieten van de liefde om je heen, alles. Dus in alle vormen. En dat houdt ook in lekker eten. Wat ik al zei, lekker eten, leuke dingen doen. Gewoon jezelf goed verzorgen, lekker aan jezelf denken. Let natuurlijk wel op je uitgaven, uiteraard met gezond verstand. Dat je niet aan het eind van de maand denkt van oeps, ik heb iets te veel aan mezelf gedacht. Maar ik ga ervan uit dat jullie allemaal gewoon gezond verstand hebben. Deze periode, en met name ook vandaag, is de start van je hoger bewustzijn. 2022 is echt het jaar van het verhogen van de relaties. Het verhogen in de energie, het verhogen in de trilling, het voelen, het weten dat liefde niet bestaat uit verwachtingen en verplichtingen, maar het voelen dat het daarboven overheen zit. Dat het gaat om pure liefde, zuivere liefde. Dus vandaag de periode tot aan, die blijft natuurlijk, maar van het start, lijkt wel te starten vandaag. Ja, met dat ik dat zeg, dan denk ik, is ook niet helemaal waar. Het is natuurlijk al lang bezig. Maar vandaag vind ik hem meer voelbaar. Juist omdat het 22-4-2022 is. En 22 is een meestergetal. Samen bij elkaar opgeteld heb je 4.
4-4 na 2022. Het einde is weer 4, maar we hebben samen de 6. Het jaar van de harmonie en de liefde. Dus ons verhogen naar een hoger bewustzijn. Hogere energie. Vandaag is ook verbonden aan wilskracht, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen. En dat houdt ook in deze periode met stier, dus dat je het beste kunt focussen op wat je wil. Uiteraard heb ik natuurlijk twee kaarten getrokken alvorens te kijken wat de energie is de komende periode. En ik heb de kaart van ademhalen, met het meeste getal 11. En dat ademhalen staat ook voor mij van doe rustig aan voor hetgene wat je wil. Focus je inderdaad. En als je je focust en rustig ademhaalt, ga je krijgen wat je hebben wil. Als jij je wil daartoe zet, en je weet het, ik zeg altijd, je moet je wil niet laten gelden in je ego, maar jullie snappen wat ik bedoel. Als je echt je hart daartoe zet, iets wat je vanuit je hart wil, dan gaat dat lukken. Dan krijg je hetgene, dan heb je de kracht om hetgene te krijgen wat je wil. Die verhoging in het bewustzijn zie ik hier ook in. Die wordt echt gedragen door boven. Afstemming vandaag. Ja, tot deze komende weken. De afstemming is gewoon constant. Je kunt constant afstemmen op boven. Je wordt daardoor gedragen. Het meeste zal in de nacht komen. Dat is wel wat ik voel. Het meeste zul je, als je afstemt met boven, de dingen voelen of binnenkrijgen in de avond. Als je mediteert, als je dat leuk vindt. Of als je op bed ligt in je dromen. Kunnen de meeste dingen gebeuren. Het kan zijn dat mensen veel dromen op het moment. Daarnaast trok ik de kaart van melk en honing. Ja, hoe leuk is dat? Dat betekent dat als je alles wat je wil in liefde en harmonie zal zijn. Melk en honing is voor mij genieten, samenkomen, het goed hebben, krijgen wat je nodig hebt, maar wel met de zuivere intenties. Ja. Luxe. Dus wat ik al zei, verwen jezelf. Doe dat. Dan krijg je gewoon dat lekkere luxe gevoel. Dan voel je je ook aantrekkelijk en leuk en mooi. Ja, dus dat is wel de energie die ik nu vind overstijgen. Ik kan niet goed het woord vinden. Ik voel het wel, maar krijg het er niet goed uit. Overal betekent het daadkracht, ondersteuning, stabiliteit, focus op wat je wil, focus op wat je nodig hebt. Wat heb je nodig? Wat wil je nog bereiken? Wat moet je ervoor doen? En doe dat een stapje terug en kijk even, oké, ik ga het niet meer, oh, alles tegelijk. Als je heel veel dingen tegelijk doet, dan ben je de focus kwijt en dan versplintert hetgene wat je eigenlijk zou willen. En doe je alles maar half voor 40 of 50%. En dan word je moe van, raak je uitgeput van. En het is de bedoeling dat we nu een beetje meer in rust komen. Ja, want we hebben hele heftige maanden gehad. Wil ik er nog meer over zeggen? Ik denk dat het voldoende is voor nu. Ik ga met de kaarten verder en ik ga kijken wat daar verder uitkomt voor deze periode. Ja. Wat we mogen weten voor de periode van nu, 22 april tot en met 5 mei. Ik ga even kijken of het mij lukt om dan een video op te nemen, want ik ben niet in Nederland. Dus ik neem niet mijn computer mee. Dus ik zal wellicht met mijn telefoon iets opnemen, tenzij ik een computer kan vinden. Ik vind het wel heel belangrijk om op 5 mei iets op te nemen, omdat het de dag van de leiderschap is. Het is de dag van de bevrijding. Dus die kant gaan we ook op letterlijk. Hè. Het gaat ook om het bevrijden van jezelf. Dit is de dag van het verhogen van je bewustzijn. Waar je natuurlijk al mee bezig bent. Maar dit is echt die poordag vandaag.
dat het makkelijker gaat en dat je het beter voelt de komende dagen. En 5 mei is echt de bevrijdingsdag. Dus richting die bevrijdingsdag, richting naar je eigen leiderschap. En dan leiderschap in het hoger bewustzijn. Nou, oké. Okay. Ik ga het gelijk zeggen, ik heb kelken 2 die ik pak. Dus het is echt, deze periode is dus de tijd voor jezelf te verwennen. Het leuk te hebben. Het leuk te hebben met je dierbaren. Focussen. Dus ook als je iets in je relatie denkt van, we hebben te weinig tijd aan elkaar besteed. Nu is het de tijd. We hebben heel veel overwonnen. Of we zijn net begonnen. We hebben een hernieuwing. Focus op elkaar. En je wordt geholpen erboven. Alles wat nu bestendigd is, wat nu, waarvan je in je hart voelt, dit zit goed, blijft goed. Ik krijg een enorme piep in mijn oor. Dus dat is wel de bevestiging dat het daarom gaat. Heel mooi dat ik die als eerste trek, want het is echt de kaart van de emotie, de liefde naar elkaar, de liefde voor jezelf. Je tweelingziel ga ik niet over hebben, maar het is wel wat ik voel. Ja. Heel mooi. Wat mag ik meer weten voor de komende periode? Dus tot aan de bevrijdingsdag. Ja, ik probeer echt die video te doen. Dan. Ja. Pentakels 2. In dit geval, naast de kelken 2, betekent het dat je... Het is 2-2. Op vandaag 22. April 2022. Oké. Okay. Deze kaart betekent voor mij dat je de balans gaat vinden in je emoties. Dat je emotioneel veel stabieler gaat worden. Ja. Dat je de balans gaat vinden. Ik was even afgeleid omdat ik een melding krijg dat mijn batterij wat leeg is. Nou, niet mijn batterij, maar die van de computer. Dat begrijpen jullie. Daarnaast pak ik de keizerin. En de keizerin staat ook symbool voor jezelf. Voor een mooie vrouw. Voor je goed verzorgen. Lekker eten. Leuke kleding. Je haar, je make-up, je nagels. Wat je ook wil. Geen make-up. Ook goed, hè? Maar het gaat erom dat je jezelf goed voelt. Dat je van binnenuit gaat stralen. En dat je, als je van binnenuit straalt, ziet de mensen in de buitenwereld dat ook. Hele mooie kaarten die hier nu liggen. De keizerin die zegt ook, ik ben stabiel. Ik neem het heft in handen. Ik heb de balans gevonden en waar ik nu voor ga, ga ik ook echt voor. Ik val niet meer terug, ik kijk niet meer terug. En natuurlijk hebben we onze valkuilen. Het is helemaal niet erg, heb ik vaker gezegd. Maar je gaat je in deze komende periode heel erg gesterkt voelen. Zeker na de volle maan van afgelopen april, 16 april. Die was heel heftig. Voor een aantal van jullie is die heel heftig geweest. Heel erg heen en weer gegooid in de balans. Hoofdpijn, hart, hoofd. Het opmaken van de, van de keuzes. Heen en weer gegooid. Het voelde ook heel zwaar en donker. Het heeft echt nog wel geduurd tot afgelopen woensdag. Vanaf woensdag kwam daar meer licht in. En nu voel ik ook dat hij helemaal weg is. Het is daarna... Alsof je daarna je keuzes meer hebt gemaakt. Of dat de dingen duidelijker zijn geworden. Veel duidelijker zijn geworden. Daarom vind ik die kelken 2 en de pentakels 2 dus heel mooi. Dus in de emotie ben je samengebracht. En je hebt concreet jezelf in balans gekregen. Balans gebracht. Je weet ook wat je wil. De keizerin zegt ook van, de emoties zitten goed. Ik weet precies wat ik wil. En de bevestiging is dat, ik ben goed genoeg. Ik ben leuk. En ik ben goed genoeg, vind ik altijd een beetje, we zijn allemaal goed genoeg, maar je gaat het voelen. Maar nee, ik ben ik. Ik ben hier. En als de mensen me niet zo leuk vinden, ja, dat is voor hen heel jammer. Want ik weet dat namelijk wel dat ik leuk ben en dat ik waard ben om mee te praten. Maar als zij dat niet vinden, als zij in een andere energie zitten, mag dat. Zij zitten in een ander stukje. Jij bent verder. Dat zie je hier dus. Je bent duidelijk gegroeid. Je hebt echt gewerkt de afgelopen maanden. Dat kan je heel goed zien. In het collectief, hè? Onthoud het goed. Wat mag ik nog meer weten? Wat is nog meer van belang om te weten erbij? Schildknaap van Staven.
Datgene waar je op wil gaan focussen, wat je wil gaan doen, zal je ook inderdaad met passie doen. De dingen die je minder leuk vindt, zul je zeggen van, nou, die passeer ik even, parkeer ik even. Die passeer je, kan ook, maar die parkeer ik even. Maar je gaat wel de dingen doen waarvan je denkt, nee, ik wil me nu focussen op een ander huis. Ik wil me focussen op een andere baan. Of ik wil me juist focussen op een onderdeel in mijn baan. Of ik wil me focussen op eigen ondernemer worden. Kan ik het erbij? Kan ik het ernaast doen? Kan ik het combineren? Dat zijn natuurlijk geen zware balansafwegingen die we de afgelopen maanden hebben gemaakt. Maar het gaat om de vurigheid en de passie die je gaat voelen in je hart. Kan ik dat erbij doen? Ik ga het onderzoeken. Maar wel met focus. Dus niet dat en dat en dat. Maar je gaat kijken, wat wil ik onderzoeken? Wat wil ik? Ik ga dat stuk onderzoeken. En ik ben met één ding tegelijk bezig. Hetzelfde geldt voor je relaties. Van ja, ik kom nu uit een slechte relatie. Ik heb het achter me gelaten. Ik heb heel veel pijn daarvan. Maar ik voel ook dat ik de goede kant op ga. Ik voel, hoe zwaar het ook was, dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Daarnaast geldt hetzelfde voor een hernieuwde relatie. Na de afgelopen volle maan, maar ook daarvoor. Je hebt niet voor niks een keuze gemaakt om bij iemand te blijven. En je gaat nu ook voelen, het is het juiste. Het is de juiste keuze geweest en ik ga daarvoor. We gaan leuke dingen doen. We gaan zaken ondernemen. We gaan op vakantie. We gaan elkaar weer vinden. We blijven in gesprek. We gaan op een goede manier communiceren. Het zijn allemaal cadeautjes die je van boven krijgt, omdat je zo hard hebt gewerkt. En als ze van boven vinden dat je het goed hebt gedaan, dat je juist de weg hebt gekozen, de weg die, waarvan zij, die stippelen ze niet voor je uit natuurlijk, hè, want je hebt eigen regie. Maar wel dat jij de beste keuzes maakt om het beste uit jezelf te halen, vanuit je hart te halen. Dan zeggen ze, weet je, die Mieke of die Charlotte of Klaas of Piet of Fred of Mike of wie het ook allemaal mag zijn, die heeft wat verdiend. En soms zijn de cadeautjes in het begin niet helemaal duidelijk. Maar op een gegeven moment als je terugkijkt, denk je, nou, ineens kreeg ik zomaar van de Belastingdienst geld terug. Of ik kreeg van iemand uit het niets die zei, goh, wat ziet er leuk uit. Oh, wat heb je iets leuks aan. Of je kreeg een bos bloemen van iemand. Of zomaar een leuk cadeautje. Dat zijn natuurlijk niet alleen cadeautjes van boven, maar je gaat ook de liefde van anderen voelen. Dat ze ineens leuke dingen zeggen of iets voor je doen. Of je mee uit eten nemen of noem het maar. Jullie weten wat ik bedoel. Zitten er nog uitdagingen in deze 2 weken? Deze maand wil ik zeggen. Nou, welke uitdagingen hebben we? En degene die dwars vallen, dat weten jullie, die pak ik niet. Ja. Voor sommige mensen zal er, voor een aantal van jullie zal er een doorbraak plaatsvinden. En voor sommigen zal er een valkuil zijn, maar je gaat hem zien. Wat ik krijg is staaf 2. De uitdaging gaat worden. De inzicht in jezelf en de focus behouden. Hier staat ook op deze kaart op focus. Sluit mooi aan bij hetgene waar ik al in het begin mee begon. Sommigen van jullie zullen merken dat het moeilijk is om de focus te hebben en inzichten te krijgen in jezelf. Dat je dat namelijk niet gewend bent geweest. Je bent gewend om alles maar te verdelen en alles maar te geven aan een ander. Of er te zijn voor die ander. En nu van, mag ik nu aan mezelf denken? Ja, dat kan voor sommigen best eng zijn. Maar kan je vertellen, het voelt heerlijk. Want aan jezelf denken is niet egoïstisch. En als jij 100% jezelf goed voelt, kun je ook 100% aan een ander geven. Als jij niet lekker bent en je voelt je niet goed, of je bent eigenlijk maar met een half oor of een half oog, of maar voor de helft met iets bezig, dan ben je er met je gedachten niet bij. Dan ben je dus niet 100% gefocust. Dus krijgt ook jouw kind of jouw familie, jouw vrienden, krijgen jou niet 100%. En dat ga je terugvoelen. Dus wen eraan dat je voor jezelf 100% mag zijn. Dus je uitdaging voor een aantal is dus inzicht, focus op de dingen die je nodig hebt.
Ik krijg de King of Feathers. Koning van zwaarden. Die uitdaging zit ook in het logisch nadenken. In het nadenken, wat kan ik, waar zit mijn balans? Zoals ik hier had, je hebt de balans gevonden, maar die zit ook in je uitdaging. Zeker voor degene die het niet gewend zijn. Van, ja, kan ik dat wel doen? Kan ik ervoor gaan staan? Ik weet eigenlijk wel wat ik wil, maar ik wil ook dat en dat en dat. Denk logisch na. Wat ga ik als eerste doen? Wees de koning in je besluiten. En versplinter het niet, maar wees de baas. En denk van, ja, dat ga ik doen. Ik ga stuk voor stuk, stap voor stap. En dan kan iedereen wel lopen trekken. Ik doe het stap voor stap. Daarnaast krijg ik de Eight of Shells. Kelke 8. Ook een emotionele kaart. Heeft ook te maken met de aankomende veranderingen, dus die je de afgelopen maanden hebt doorgemaakt, je leiderschap gaan pakken. Het is richting je leiderschap. Je gaat weglopen van zaken die je, waar je niets meer aan hebt. Je gaat zaken achter je laten waarvan je dacht van, dat ga ik nooit doen. Maar je gaat merken, het is alsof ineens als je terugkijkt of achterom kijkt, of met mensen spreekt waarvan je denkt, dat je lijkt alsof je masker afvalt. Dat je denkt, van, heb ik hier altijd zo leuk mee gehad? Zijn dit de mensen waar ik altijd mijn gesprekken mee heb gevoerd? Ineens is het alsof je in een split second iemand ziet en denkt, oké, dat is het niet meer. En dan mag je het achter je laten. Dat is wat er gaat gebeuren. En je gaat het achter je laten zonder verdriet. Misschien kun je wel wat voelen dat je denkt van ja, jammer. Maar ook hierin ga je voelen dat het de juiste keuze is. Daar ga je ook de keizerin in voelen. Ik mag die stap nemen. Ik mag voor mezelf kiezen. En als het je niet meer helpt, als relaties je niet meer vervullen. Of het, als je het leuk vindt, gewoon een oppervlakkige praatje pot houden, hè, zoals we dat hier noemen. Dan moet je dat zeker doen. Mag je dat zeker doen. Maar als het alleen maar energievreten is, waarvan de energie uit jou gehaald wordt en er komt nooit wat terug. Gewoon als je al die jaren, als echt de balans compleet zoek is, dan mag je zeggen, ik laat het achter me. En dat kan even wat kosten, maar als jij dus kiest voor je eigen energie, kiest voor je juiste pad, dan komt er ook overvloed. Dan komen de juiste mensen naar je toe. Als jij ervoor zorgt dat de mensen die achter die lijn van de mensen die jou niet dienen, als die daarachter staan, die hebben ruimte nodig om door die lijn te komen van de mensen die, ben ik eigenlijk duidelijk? Ik ga het anders zeggen, want ik voel dat ik niet helemaal duidelijk ben. We zijn gewend om ons te omringen met mensen die ons frustreren of die altijd maar zeggen, oh, maar dat is niet goed, of veroordelen, beoordelen. Nu praat ik tot jou en jij bent al een stuk verder. Je bent al stukken verder. Maar toch zitten er nog in jouw kring die mensen die zeggen, oh, jij zou dat wel doen. Nou, zou je dat wel aantrekken? Nou, ik weet het niet hoor, maar ik zou. Die staan in een lijn voor je heen. Daarachter staan de mensen voor jou te wachten die wel bij je horen. Die ook in de andere energie zitten. Als jij mensen waar je niets meer aan hebt, die jou niets meer hebben te melden, niets meer hebben te brengen, mag laten gaan, maak je plaats voor degene die daarachter staan. Dus haal dat, die muur van mensen die jou niets meer te zeggen hebben, mag stuk voor stuk mogen ze weg. En dan zul je zien, dan wordt het opgevuld uiteindelijk met de mensen waar je wat aan hebt, met mensen die gelijkwaardig aan je zijn, die energetisch, waar je de gesprekken mee kunt voeren, waar je goed bij kunt voelen, waar je ja, gewoon leuk mee overweg kunt, die hetzelfde aanvoelt. Jullie weten exact wat ik bedoel. Het gaat om herkenning. Het gaat om zielsherkenning. Herkenning op zielsniveau. Dat is die Eight of Shells. En wat heb ik dan daarna? Koning van Staven. King of Acorns. Optimism. En innovatie. Je uitdaging zit hem dus ook om
als er kleine torentjes zijn, kleine tegenslagen zijn, om optimistisch te blijven. Om je schildknaap van staven vol te houden. Iets wat je heel graag wil, waar je de focus op hebt. Dat je die passie blijft voelen. Dat je denkt, oké, ja, dat wil ik wel doen. Wees daar de koning in. En denk van, nee, ik ga door. Ik blijf optimistisch. Ik heb een lange termijn visie. Ik wil vernieuwing in mezelf. Ik wil niet meer terug naar het oude. Ik wil niet meer mezelf laten kleineren of onder laten sneeuwen. Ik wil ook genieten. En als mensen zeggen, oh, ga je alweer weg? Ja, ik ga alweer weg. Ga je weer uit eten? Ja, ik ga weer uit eten. Heerlijk, hè? Ik hoef niet te koken. Ik heb geen zin om te koken. En je zult merken als je dat vaak genoeg zegt, dat je denkt van, nou, weet je, als je dat blijft doen, dan op een gegeven moment gaan mensen dat niet meer zeggen. Want dan denken ze, ja, jij gaat niet zeggen. Ja, nou en? Moet ik toch zelf weten? Dan ga jij reageren in hun emotie. En dat is wat ze willen. Dat jij gaat reageren. Dus dat jij hun jaloezie voedt. Dat is wat mensen heel graag doen. Oh, heb je weer nieuwe kleren? Oh, weer? Oh, denk je dat je daardoor jonger van wordt? Denk je dat je daardoor slanker wordt? Denk je dat je daardoor dat weet ik veel wat ze allemaal kunnen zeggen? Ja, dat mogen ze allemaal zeggen. Maar jij blijft gewoon lekker je ding doen en lekker koken en lekker weggaan. Of lekker uit eten wat je wil. Dat. Dus het zijn mooie kaarten. Die balans in de emotie, concreet wat je voelt, de keizerin in jezelf. Het vurige, gepassioneerde. En wat de uitdaging is, is dus je eigen focus houden. Inzichten in jezelf. Het logisch denken. Wat ga ik eerst doen? Wat later? Wat laat ik achter mij? En wat je voor iets wat je achterlaat, als je één deur sluit, gaat er altijd eentje open en wellicht wel twee. Hè? Dat is eigenlijk wat ik zeg. Als je één laat gaan, dan komt er ruimte. Letterlijk voor een ander. En natuurlijk zullen dingen niet alles gelijk 100% euforisch gaan. Dat kan het niet, want dan zouden we niets leren. Het is namelijk de bedoeling dat we wat leren. Dat we daardoor verhogen. Ik ga eens even kijken wat ik nog meer mag zien erbij. Energie. Nou, wat zou de mogelijke uitkomst kunnen zijn van deze komende periode? Wat als. Ja, de uitdaging hebben we nu gehad. Weet je, de uitdaging. Eigenlijk valt de uitdaging wel mee. Het heeft puur te maken met luisteren naar jezelf. Ik zie dat het me aardig gaat lukken om een kortere tijd te doen, dus niet. Oh. Die valt niet goed. Okay. Wat is de mogelijke uitkomst? Dat is wel heel veel. Blijven dubbel vallen. Als ik er nou nog eentje dubbel krijg, dan. Oké, die komt hier. Wel. Dus wel. We gaan eens even kijken. De mogelijke uitkomst. Als eerste pakte ik het oordeel. 20-2. De mogelijke uitkomst is dus letterlijk de verlossing voelen in jezelf. Dat hoe klein je stap ook is, dat je je verlost voelt van een bepaalde druk. Dat je blij bent. Dat je kiest voor jezelf. Dat zie je ook in deze kaart. Dat je echt jezelf letterlijk ontstijgt. En wellicht voor het eerst dat je blij bent dat je die keuze hebt gemaakt. En dan zeg ik, hoe klein die stap ook is. Gaat het maar om één persoon waarvan je denkt van, nou, vind ik niet zo leuk. Of om één ding dat je denkt, ik ga dit voor mezelf kopen. Ik ga dit voor mezelf doen. Ik ga gewoon lekker een dagje weg. Of ik ga gewoon een nachtje op mezelf. Of ik ga gewoon 3 uur niets doen. Noem het maar. Het is allemaal een stap naar de verbeterde versie van jezelf. En dat ga je voelen. Hoe klein het ook is. Dan ga je voelen dat je je druk
En jezelf wat minder. We leggen onszelf zoveel druk op om alles van alles te moeten doen. Dus dat is een mogelijke uitkomst. Andere mogelijke uitkomst is 10 van staven. Dat betekent dus dat je de overbelasting achter je gaat laten. Dit is dus die druk waar ik het net over heb. Je legt de ballast niet meer bij jezelf, maar je laat het. Je laat het over aan iets of aan iemand of aan boven die het wel kan dragen. En dat betekent niet dat jij jouw druk bij een ander neergooit. Zo van, nou dan mag hij er verder mee. Dit is natuurlijk symbolisch, hè. Je haalt die last van je eigen schouders af. En daarnaast heb ik de koningin van zwaarden. Ik had ook al de koning van zwaarden. Hè? Dus dat je goed bedenkt, wat wil ik, een rijtje. De mogelijke uitkomst is koningin van zwaarden. Is dat het duidelijk is voor je wat je gaat doen. Dat je het inderdaad op een rijtje hebt. Dat je met gezond verstand, met alle liefde, dat doet. Maar wel met liefde voor jezelf. Hè? Het hartje zit zeg maar beschermd. Dus dat je met gezond verstand nadenkt, ook de focus letterlijk hebt van, hoe ga ik het doen? Wat heb ik nodig? Zonder dat ik mijn hart weggeef, zonder dat ik mijn energie weggeef. Heel mooi. Daarnaast pakte ik nog de 5 van bekers. Dat betekent dat je in de mogelijke uitkomst is dat, hè? Dat je gaat doorhebben, dat je niet meer in je negativiteit gaat vallen, dat je niet meer denkt van, joh, als ik dat had gedaan dan, dat je nu denkt, zo, dat heb ik gedaan. Dat je niet meer denkt van, in de termen van, wat kan niet, wat kan ik niet meer, maar van, wat kan ik nog wel? Wat kan ik wel? Wat kan ik doen om dit te bereiken? Dit is ook de 5. Dus hier zit echt de verandering in jezelf. Dus deze periode, komende 2 weken, laten we het daarop houden, zit echt in de focus. De verandering in jezelf, die je gaat doorvoeren op de weg naar je eigen leiderschap. 5 mei. Ik ben heel benieuwd wat daar gaat uitkomen. Ik ga nog 1 kaart doen van het Shamaans orakel. 3, 2, 2, 3. 32 minuten en 23 seconden. Spiegelen. Dus ook periode van spiegelen. Maar dat doe je al. Dat doe je al de hele tijd. Grappig. Wat mag ik overal nog weten? Een boodschap van het universum extra. Van het orakel. Nee, dat dacht ik al. Oké. Water. Dit is dus voor mij de bevestiging dat er heel veel in emotie los gaat komen de komende periode. Dat je echt gaat voelen dat je richting je hogere bewustzijn gaat. En je hogere bewustzijn is, excuus, even wat weghalen. En je hogere bewustzijn is dus voelen waar de energie zit, waar de zuiverheid in jezelf zit. Dat het niet erg is om te kiezen voor jezelf. Als jij daar een ander geen kwaad mee doet. Ik ga even kijken, water 61. 41. Nou, wat een van de laatste kaarten. Water symboliseert zuivering, herstel, wedergeboorte, herleving en reiniging. Het betekent de ontwikkeling van je oude naar je nieuwe zelf. Ik kan het wel blijven zeggen dat elke keer die kaart, als ik die als laatst, als eerst had gelegd, maar dan ga ik dus, ik heb het al gezegd. De ontwikkeling van je oude naar je nieuwe zelf. Daar staat deze week dus voor. Er wordt veel gesproken in verhalen over een grote vloed en het nieuwe leven dat er na zondvloed is ontstaan. Water kent geen grenzen. En dat is het, hè. Je hoofd is je beperking. Echt, je bent gewoon je eigen beperking. Denk verder. Laat je niet beperken. Alles is mogelijk. Maar zodra vanuit water een vorm is ontstaan, valt deze onder de wetten van tijd. En het leven, en heeft deze ook zijn beperkingen. Wat ik al zei.
Wij beperken onszelf. Want zodra we hier op aarde zijn, denken we dat we helemaal niet meer kunnen. Denken we dat we moeten luisteren. Dat we in een stramien moeten zitten. Natuurlijk heb je het aardsysteem. Ik blijf dat zeggen. Daar hebben we nu gewoon eenmaal mee te maken. Maar daarnaast, alles wat jezelf betreft, zijn geen beperkingen. Er wordt gevraagd om eens op je gevoelens te letten. Weet dat ze kunnen veranderen. En neem geen besluiten. Op dit moment. De balans heb je al gevonden. Ja, als je je blij voelt, voel je dan ook helemaal blij. Als je verdrietig voelt, mag je ook verdrietig zijn. Deze kaart laat zien dat de gebeurtenissen heen en weer kunnen gaan, zoals eb en vloed. Vertrouw erop dat wanneer de gelegenheid zich voordoet, je mee kunt gaan op de golven. De natuur doet zijn werk. Ga erin mee. En wat er gezegd wordt van wanneer je deze kaart hebt getrokken, let op je gevoelens. Weet dat ze kunnen veranderen en neem op dit geen moment nog geen besluit. De symboliek erachter is dat je soms eventjes boos kunt worden en denkt, neem geen besluit. Wacht even tot je rustig bent. Wacht even tot je mee kunt gaan in de golven van de emotie. En dan merk je ook dat ze weg hebben. Dat is eigenlijk de symboliek die daarachter zit. Dat is heel mooi. Ik vind het echt een hele mooie legging. En ik hoop jullie 5 mei te zien. Ik ga er echt alles aan doen om het of via mijn telefoon of via een computer daar te proberen. Dus dank voor het kijken weer. Dank voor jullie vertrouwen. En heb het goed. Dankjewel.